heerlijk. Niet normaal, hè? Ja, dit is gewoon goud. En wat een decoortje. Mooi, hè? Mooie najaarskleuren. Beste YouTubers, een hele goede dag live vanaf de Koperen Plas. We gaan weer een fantastische sessie vissen. En dat gaan we met niemand minder doen dan iemand van Pole Position. Nou, bij Pole Position denk je al heel gauw aan Koen Koops en Pieter van der Werfhorst. Daar hebben we dit jaar natuurlijk al een super vet avontuur mee meegemaakt. Hier even een klein shot van die gigantische vis die Pieter ving. Nou, vandaag ben ik dus weer met een Pieter. Niet Pieter van der Werfhorst, maar ook een jongen uit de stal van Pole Position. En ja, het is niemand minder dan Pieter Hoekstra. En daar is hij, dames en heren. Jodan. De schurk uit Urk. De schurk uit Urk, inderdaad. Ja, zeker. Nou, fantastisch. Dus we zijn op de Koperen Plas, zoals ik al zei. En ja, het is nu middag. Pieter heeft al een nachtje gevist. Ik ben gisteravond laat aangekomen, inderdaad. Net even te laat, maar goed, ja. Ja, maar goed. Vannacht geen actie, vanochtend geen actie. En toen zat ik net in de auto en toen had hij in één keer twee vissen gevangen. Die heeft hij uiteraard eventjes in de sling gestopt. Yes, yes. En dan gaan we zo naar kijken. En daarna gaan we kennis maken met Pieter en wat producten van Pole Position. Tot zo. Ja, Pieter, dat zijn ze, hè? En, yes. En wat een decoortje. Mooi, hè? Mooie najaarskleuren. Die vis heeft dezelfde kleur als die boom hierachter, joh. Prachtig. Dat is die 12,7 kilo, jongens. Dat was de eerste van de reeks. En nou, jij zei dat die andere die je in de zak hebt liggen, dat die nog wel een slag groter is. Ja. Dus daar gaan we nu maar eventjes naar kijken, hè? Nog een heerlijke spiegel. Prachtig. Ja, dames en heren, daar is hij dan. Het volgende slachtoffer, Pieter. Heerlijk. Niet normaal, hè? Ja, dit is gewoon goud. Niet zo goud? Echt waar. Zo. Prachtige vis. Waanzinnige vis, ruim 15 kilo. Nul dik in de winter. Prachtige vis. Ja, wat wil de mens nog meer, Pieter? Ja, dus genieten. Nou, ik wil nog heel veel informatie van jou en ik wil nog meer weten wie jij bent. Dus daar gaan we na het terugzetten van deze vis eens eventjes naar kijken. Zo, daar zitten we dan op de Koperen Plas. Al twee vissen in de pocket. Dames en heren, ik zit hier met Pieter Hoekstra. Hij gaat lekker. Pieter, aangenaam. Ja. Voor ons ook de tweede keer dat we al zien. Welkom. Ja, op bijna wel mijn thuiswater, kan ik bijna wel zeggen. Hoor. Nou ja, ik moet zeggen dat ik dit jaar voor KWA ook wel aardig wat keren hier ben geweest. Ja, het is gewoon een hele leuke locatie. En de vissen zijn nog mooier dan... Ja, het is... Nu die winterkleuren eraan komen, schitterend. Die vissen die worden zo verschrikkelijk mooi hier zo. En ook groot, hè? Wat is de topvis nou op het water? Hij zit bijna tegen de 30 kilo aan. 28 en een beetje. Oh. Hij was wel ietsjes gezakt in gewicht, maar dat is ook logisch. Maar straks... Misschien komt hij er wel uit? Ja, ze liggen op scherp, dus kom maar door. Ja, nou ja, fantastisch. Pieter. Yes. Denk voor de menige kijker nog redelijk onbekend. Ja, eigenlijk wel, denk ik, ja. Leg even uit, wie ben je? Ja. Waar kom je vandaan? Oorspronkelijk kom ik van het mooie Urk. De schurk van Urk. De schurk van Urk, inderdaad. Ik ben wonende in Emmeloord, al vanaf 2003. Ik heb een lieve vrouw, twee hele lieve kinderen, waarvan eentje ook helemaal gek is van karpervissen. En ja, dat is gewoon, mega. Ja, je zou net al vertellen, in de winter kom je hier ook Ik nog kom hier in de winter echt, ja, dus als er een plekje vrij is, zeg maar, en uiteraard als we tijd hebben, dan vis ik hier heel graag met mijn zoontje. En die geniet er nog meer van, dus zeg ik bijna wel eens. Ja, prachtig. Ja, dat wintervissen is toch echt mooi. En wat misschien nog wel net zo mooi is, is dat jij sinds kort ook tot het Pole Position team bent toegetreden. Ja, daar ben ik zeer dankbaar voor in ieder geval. Ja, Pole Position is gewoon...
Als ik al hun producten zie die ze nu hebben, wat er nog aankomt, waar ze mee bezig zijn, het team wat erachter staat, ja, is gewoon geweldig. Ja, Koen en Pieter zijn hele leuke mensen. Ja, toppers, echt waar, toppers. Ja, inderdaad. Ja. En de producten wordt inderdaad goed over nagedacht. Ik denk dat Pole Position goed meedoet als het gaat om visveilige systemen, et cetera. Ja, ze timmeren gewoon echt mee aan de weg. En ik vind ook wel dat we die kant op moeten gaan, laat ik het zo zeggen. Want als je ziet waar sommige mensen mee vissen en helemaal helaas de jeugd, wat ik zie om mij heen, ja, dat is toch wel schrikbarend hoor. Ja. Ja, het is natuurlijk, je moet gewoon de kennis meegeven aan die mensen. Hè? En wij zijn natuurlijk al wat gevorderde visser. Dus dan is het ook aan ons de taak om wat kennis en techniek bij te brengen, denk ik. Ja, vooral en met name het kant-en-klaren wat nu voor ons op de markt komt, zeg maar. En wat op de markt is eigenlijk. En wat echt gewoon goed begint te lopen en op heel veel water en gelukkig al verplicht is. Ja, dat is gewoon super. Ja, tof dat jij dus onderdeel uitmaakt van het Pole Position team. Als visser zijnde, hoe is je jaar tot nu toe gegaan en moet ik gelijk een kleine kanttekening maken? Want ik begreep dat jij veelal op betaalwateren vist. Ja, ik ben toch wel een beetje de, zoals ze mij wel eens noemen, de betaalwaterfreak. Ja. Ik kom gewoon minimaal een week of 5 per jaar, gelukkig dat ik het kan natuurlijk, zit ik in Frankrijk. Waar ik de meeste betaalwateren gewoon ook van de Carra Specialist en het maakt niet uit waar ik die wel afstruin, zeg maar. En hier in Nederland maak ik ook gewoon super graag betaalwater zitten. Ik vind gewoon dat het betaalwater wordt een beetje teniet gedaan. Wat ik een beetje om me heen hoor. Wordt altijd gezegd van ja, er zit zoveel vis, dus het is altijd zo makkelijk. En dat vind ik dus totaal niet. Dus, en dat is, vind ik altijd echt om de sleutel tot succes te vinden op zo'n betaalwater, daar kik ik gewoon op. Nou ja, goed, ik kan dat beamen. Ik denk dat een betaalwater niet per se heel makkelijk is. Nee, inderdaad. Ja. Sommige wateren, zoals nu hier om ons heen ook. We zitten dan nu hier op de Koperen Plas. Ik heb dan nu 3 vissen mogen vangen. Eentje gelost helaas. En onze compagnonnen of de buren tegenover en naast ons hebben gewoon nog niks. Dus ja, zeg het maar. Ik zit weer bij de vilvanger. Ja. Maar niet alleen bij de vilvanger. Maar jij zat wel net ook nog eens even een mooi verhaal te vertellen over wel een hele bijzondere vis. Ja, ik ben de laatste week van maart ben ik naar Frankrijk gegaan. Ben ik naar Happy Lake gegaan. En daar heb ik een gigantische mooie vis en tevens mijn PB gevangen. En dat is een ghost koi. Ja, zonder gekheid. Van 29,8 kilo. Ja, ja, je verzint het niet. Je verzint het niet. Een ghost koi? Een ghost koi. Van 29,8 kilo. 29,8 kilo. Ja, het is een mega vis. Ja, wat een bizarre vis, joh. Bruut. Maar goed, nu eventjes geen Frankrijk. Nee. Maar gewoon in ons prachtige kikkerlandje op de Koperen Plas. Yes. Wat, we gaan zo de nacht in. We gaan zo nog even lekker avond eten. Ja. Kan je iets uitleggen over je aanpak van de afgelopen 24 uur? 24 uur. Nou ja. Dan wil ik ook gelijk weten, ga je de komende 24 uur die we nog gaan vissen, ga je dan nog wat veranderen ten opzichte van de eerste 24 uur? Ja en nee, gewoon nee. Nee, we gaan niks veranderen. Weet je, ik vang vis, dus ik weet dat ik goed bezig ben. En ik ben hier al meerdere keren geweest, ja. Dus ik weet wel wat ik moet doen, laat ik het zo zeggen. Alleen het enige wat ik nu aangepast heb, zeg maar, we zitten nu met een nieuwe hakenrange bezig. Dat is nu uitgekomen, dus die ben ik nu ook volledig aan het testen. Dus ik heb mijn riggies aangepast, dat is het enige. Voor de rest, qua voer en aas, gewoon eigenlijk simpel, eenvoudig. Maar zijn we op zoek naar dieptes? Wat kunnen we verwachten? Ja, verwacht je de vis? Zo moet ik het eigenlijk stellen. Waar verwacht je de vis? Normaal gesproken in deze periode had ik meer de vis eigenlijk wat hoger verwacht. Alleen voordat je naar een water toe gaat, kun je gewoon informatie winnen aan mensen die er gevist hebben. De eigenaar uiteraard, Saviel gevraagd. En ik hoor toch al omheen dat die vissen naar de winterareas gaan. Ja precies, dus dan moeten we even aanstempelen. Want het is nu diep najaar. Ja. En we gaan naar die winter toe en dan gaan ze die vissen die gaan verzamelen op een gegeven moment. Ja, ze gaan gewoon groeperen en dat kun je ook heel mooi op de dieptemeter al zien. Je ziet ze gewoon echt onderaan de randen van de taluten op 9,5 tot 10 meter zelfs. Ja. Zie je ze gewoon echt bij bultjes bij elkaar liggen. Ja. En dan is het kwestie van zoeken, droppen en dan, nou ja, zoals vandaag is het wel in ieder geval 3 keer gelukt. Ja, supersterk. Ik denk dat we zo nog maar eens eventjes een hengeltje opnieuw moeten gaan positioneren. Ja, gaan we doen. Misschien kunnen we dan voor de camera even tonen of we die vissen al op een hoopje kunnen vinden. En, ja, moet er lukken. Die hengel strak wegleggen. En dan, jij hebt avondeten geregeld voor me. Ik heb avondeten geregeld. Dat is mooi, want ik heb alleen water en droog brood meegenomen, dames en heren. Komt helemaal goed. Dus we gaan nog even chillen en relaxen. En dan zo het hengeltje uitvaren. Yes, yes. Let's go. Gaan ervoor.
Pieter, wat ben je nou aan het doen, jongen? Ja, staat te drillen, jongen. Ik zeg dat hij nog niet zo... Je weet nog niet zeker of het... Nee. Waarschijnlijk niet. Ja, je verzint het niet. Telt hij ook? Jeetje. Oh, los is hij. Hoe dan? Krijg je een beet? Een aanbeet gewoon van een snoek. Nou, waarschijnlijk houdt hij ook van geel. Nou ja, volgens mij wilde hij deze hengel ook net gaan uitvaren. Ja, klopt. Dus let's go. Zo, Pieter. Ze liggen. Spot on. Hoe hoog is het vertrouwen? Ja, heel hoog. Ja? Alleen in de nacht is het altijd iets minder. Ja? Dus morgens vroeg. Dit gaat gewoon, komt er gewoon sowieso een visje bij. Oké, nou ja, goed. Lekker avondeten zo heb je geregeld. Yes. Kijk wel even. Yo. Oké, jongens. De hengeltjes liggen opnieuw in, zoals jullie dat net konden zien. Het eten, daar heb ik natuurlijk een paar keer over gehad, maar ik heb het 0,0 gefilmd, dus ik kan het ook niet aan jullie laten zien. Ja, het was echt mega. Het was super lekker, maar ja, dat zijn we gewend van bij de service van de jongens van de Koperen Plas. Oké, we gaan de nacht in. We gaan het meemaken. Goede moed. Goede moed. Zeker, hengels liggen top. Niet te veel over nadenken, of we gaan lekker slapen, of straks met een vis. En anders morgenochtend belooft het nog een vol met actie te worden. Dus... wij gaan slapen, zie jullie straks. Nou, daar zitten we dan. Het laatste uurtje is ingegaan. En vanochtend was het niet heel succesvol, hè Pieter? Nee. Helaas koude pindakaas. Poh. Ja, maar goed. Wat doe je eraan? Niks. Ze liggen nog in, dus ze kunnen afgaan, jongens. Maar Pieter, ik was toch ook wel nieuwsgierig. Want op pole position is natuurlijk wel echt... Ze blijven gaan, ze blijven gaan. Ik zag net weer wat moois voorbij komen. Ja. Maar ik ga gewoon 3 producten van jou vragen waarvan je zegt van... joh, daar moet je zeker eens een keertje naar kijken. Ik denk de eerste vind ik echt gewoon de shot on the hook holder. Ja. Dat is gewoon echt mega. Ja. Er zijn uiteraard anderen op de markt, maar ik denk toch echt wel dat dit ook met het gemak van het bevestigen enzovoort gewoon er bovenuit springt. Ja. Gewoon eenvoudig, makkelijk, simpel. Die shot on the hook die zorgt ervoor dat die haak nog sneller naar binnen draait en naar het midden van de back van de karpen gaat om ze nog strakker te haken. Ja, het is gewoon, je ziet het zelf ook al, je kan het heel goed even proberen te draaien, maar ja. Wat wel een dingetje is met die shot on the hook holder en ook alweer een tipje zeg maar, van mij uit, is werk altijd naar 10 toe. Dus met de grammetjes gewicht van de lood, ja. Haakmaatje 6, doe er een 4'tje aan, 0,4 gram. En zo bouw je het op zeg maar, dus haakmaatje 8, ga je naar een 2 grammetje. Ja, oké, okay, dat is iets, ik ga er sowieso ook mee aan de slag, want ik zie nou best wel veel mensen doen ook altijd mooi in het midden gehaakt. Ja, super. Ja, oké. Okay. Ja. Next up. We kregen even een paar piepen, maar dat waren gewoon waarschuwingsschoten. Ze zitten er wel, Wilters. Ja, ze zitten er wel. Nou ja, goed. Nou, dan gaan we door naar het tweede product. Ja, ik denk toch wel de putty bar holder, zeg maar. Ja. Ja, dat is ook weer een nieuw product. Ook weer een nieuw product, met name de befaamde Ronnie rig, spinner rig, net hoe je wilt noemen. Zeg ja, maar. Iedereen is er helemaal fan van. Ik moet zeggen, ik zet hem in de winter ook al graag in. Ja, ik denk dat het steeds populairder wordt in de winter ook. Single loopje. Aan de slag gaan. Doet het echt goed. Nou, en met de middel van de putty kun je zelf de zwaarte, zeg maar, hoe zwaar je hem aan de bodem wil gepind houden. Ja, het is natuurlijk gewoon een gekarteld... een stukje tungsten, dat schuif je tegen de knoop van je wartel aan waar je Ronnie rig aan bevestigd zit. En daaromheen kan je dus nog wat putty doen. Kun je putty omheen doen. Ja. En dat blijft dan mooi op zijn plek zitten en dat gaat niet schuiven of lopen over je... En het laatste product, nou ja goed, ik heb ze zelf ook van Koen en Pieter gehad. Ja. Waanzinnig.
Ja, de haken, de nieuwe hakenrace is gewoon echt mega. We hebben 5 soorten erin, zeg maar. We hebben een mooie chothaak, we pakken een mooie curveshank. We pakken eigenlijk een vernieuwde superhoek hebben tussen zitten. We hebben een soort wide gate model. Ja, dat is gewoon... Voor ieder wat wils. Voor ieder wat wils. Ik denk iedereen, als je op zoek bent naar een haak waar je denkt, oké, ik wil eventjes kijken of het wat is. Ga naar de winkel toe, ja. Bekijk ze eens een keertje. En die haken zijn zo super scherp. Onwijs scherp, heerlijk. Ik denk dat elke vis die daar ook maar aan gaat snuffelen het haars is. Ja. Ben je niet fan van haken slijpen? Ik zou zeggen, tegenwoordig zijn er genoeg haken op de markt waaronder de pole position gelukkig eruit mag springen. Ja. In onze ogen. En het is echt gewoon mega. Nou ja, vanochtend was het dus niet heel succesvol nog. Helaas nog rustig gebleven. Ik denk niet dat we dingen fout hebben gedaan, maar ik denk wel dat waaronder ook ik ben nog nooit heel succesvol geweest op een betaalwater. En zou jij eens 2 punten kunnen aanstippen waarvan jij zegt, joh Robin, dat zijn gewoon... Kijk, je mag het fout noemen, maar zou je eens 2 dingen kunnen benoemen waarvoor je denkt, daardoor ga je wel succesvoller zijn op een betaalwater? Ik denk de eerste toch echt wel, en dat is ook wel best wel een van de belangrijkste, als je aankomt bij het water en de stappen naartoe, is gewoon zorg dat je informatie krijgt van de achtergrond, dus van de vissers die er hebben zijn geweest, ja. Die er al zijn hebben gevist, zeg maar, reviews van het internet. Ja. 9 van de 10 reviews zijn toch echt wel tegenwoordig worden die goed ingevuld. En de eigenaar zelf. Nou ja, goed, als er 10 reviews op internet staan en er staan 8 van die reviews ook op heel goed gevangen op mais en of tijgenoten. Weet je genoeg. Dan weet je eigenlijk wel welke kant je op moet gaan. En een ander punt? Ik denk dat de fout wat mensen wel maken ten opzichte van hun gewone visserij en dat ze denken van we gaan er aan betaalwater, dat ze het eigenlijk totaal anders aanpakken. Dus ze gaan met andere rigs komen ze aan, met andere materialen en blijf gewoon lekker bij je eigen ding. Ja, maar dat is iets waar ik op terug kan vallen. Ik denk ook, als ik in het buitenland ben, dan wil ik eigenlijk altijd anders vissen. Ja. Maar puntje bij paaltje, als je gewoon dus je visserij vanuit thuis meeneemt. Gewoon de thuisvisserij, simpel, eenvoudig, uiteraard, safety is alles. Ja. Dus visveilig jongens, en voor de rest, ja, ik zou zeggen, bekijk het assortiment van ons eens en doe je ding ermee. Nou ja, ik weet zeker dat als je bij jullie, natuurlijk Pops is een groot team, ik denk dat ze een van jullie contacten, dat je altijd wel wat de mooiste teweeg kan brengen. Ja. En als je wat informatie wil of zo, dat ze bij jullie terecht kunnen. Schroom niet, vraag maar. Gewoon niet vragen, maar we doen Pieter's Instagram eventjes hieronder zetten. Dan kunnen jullie altijd contacten, willen jullie wat meer informatie hebben. Altijd welkom. Nou ja, Pieter, die 24 uur die zit er alweer op, man. Helaas, gaat snel. Ja, maar ik wel onwijs gezellig met deze schurk uit Urk. Prachtig. Shout-out naar de jongens in Urk. Ja. En, ja, je bent welkom, hè, dat weet je. Ja, misschien moeten we dat in de toekomst nog maar eens een keertje doen. Altijd welkom, leuk. Leuk. Jongens, wij gaan afsluiten. Bedankt voor het kijken naar deze video. En we zien jullie bij de volgende. Yes, dankjewel. Lekker. Top.